Ik ben Monique, coördinator van dierenopvangcentrum Spijkenissen. En we maken hier elke week het item van Dier van de Week. We hebben hier gemiddeld een hond of 20 en ongeveer 40 katten zitten. Waardoor er altijd keuze is om maar eentje Dier van de Week te maken. Dit is Gyro. Vorige week hebben jullie zijn oude huisgenoot Kira gezien. Die is inmiddels herplaatst. We waren het liefst op zoek naar een plekje voor allebei deze oudjes. Maar goed, die kans is natuurlijk vrij klein. Dus we hebben ervoor gekozen van, nou, we scheiden ze gewoon. Want voor Kira hadden we de perfecte match gevonden. En dan willen we natuurlijk wel kiezen voor het beste voor de hond. En Gyro is ook bijna 10 jaar oud. Is bij ons ook gekomen omdat het in het huis ging niet meer zo goed. Was te druk, te veel kinderen. Dus dan hebben ze moeten besloten om de twee honden af te staan. Ze waren eigenlijk met drie honden. De eerste hond hebben ze zelf al herplaatst. En toen waren Gyro en Kira nog over. Dus die zijn bij ons gekomen. Dus we hebben voor deze knappe keren nog steeds een huisje. Ja. Hij kwam binnen met een helaas wat slecht gebit, wat bultjes op zijn rug, op zijn knie, zoals hier ook nog een beetje te zien is. Maar ja, wat het was, weten we niet. Dus het is weggehaald door de dierenarts voor de zekerheid. Zijn gebit is weer netjes schoongemaakt, zijn wat tanden getrokken. Dus nu is hij weer helemaal klaar, splinternieuw, om aan een nieuw huisje te beginnen. Uitslag van zijn bultjes hebben we nog niet van de dierenarts. Zodra we daar meer over weten, zet het op de site erbij. Maar ja, wie wil dat nou niet, zo'n knappe gozer, hè? Houdt van wandelen, spelen met een voetbal, vindt hij helemaal fantastisch zoals je hebt gezien. Zoals je weet is Gyro binnengekomen met de andere hond. Hij heeft samen gewoond met twee teefjes. Dat ging goed. Maar we merken hier dat hij in ieder geval reutjes, uit ervaring ook van de vorige eigenaar, gaat niet goed. Dus ja, een leuke teef zou misschien gaan na een goede introductie. Maar andere honden is hij helaas wat lastiger mee. Dus dat moet goed komen. Dus geen andere hond in huis het liefst. Kom lekker halen.